Voor de kamp tussen Graeme Randall, dat is de man die Johan laatst daarnet wipte. En de Braziliaan. En de Braziliaan Flavio Canto. En Randall staat met twee yukos voor. Op een goede 3 minuten van het einde. Ze zijn allebei geboren in Groot-Brittannië overigens. Die Flavio Canto is geboren in Oxford. Ja. Dit is de speciale techniek van Johan die hij probeerde. Maar de Braziliaan was erop voorbereid. Een aanval nog van Canto, maar Randall ontweek dat goed. En Randall die gaat proberen, denk ik, de kamp uit te lopen. Ja, uit te lopen, maar... Maar twee yukos is nog vroeg, want we zijn nog maar half weg de kamp. Ja, en dan, als hij dan begint uit te lopen... Dat is een beetje vroeg. De strafpunten zijn niet ver weg. Canto zal... ook bij de laatste 8 op de Olympische Spelen. Dus ook verliezer van de herkansingsfinale, die Flavio Canto. Dus toch iemand die goed mee kan. En Randall, ja, een moeilijke te bekampen judoka. Johan Laats heeft er in Oostende een heel zware, spectaculaire kamp met veel moeite van gewonnen. Het was een van de beste kampen van het toernooi, dat wel. Maar voorts nooit echt zware medailles gehaald, die... Graeme Randall. Dus hier probeert de Braziliaan over te gaan naar grondwerk, maar heeft niet genoeg controle. En hij geeft zelf aan dat het door niet voor te doen om te stoppen, want hij staat ook achter die Braziliaan. Dus de tijd die hij dan verliest en nutteloos werkt, is tijd in het voordeel van Graeme Randall. Wat Randall nu doet is feitelijk een beetje de wedstrijd temporiseren. En dan zal hij op het laatst nog een klein versnelletje moeten plaatsen voor niet bestraft te worden. Hier, dat is allemaal zeer in zijn voordeel natuurlijk. Zolang dat niet gevaarlijk is, maar het lijkt nogal... Toch opletten voor die houtgreep als die Braziliaan dat been vrij krijgt. Ja, maar hij heeft niet genoeg controle op die armen. Dus als hij dat been vrij krijgt, zie, dan draait de Engelsman er gewoon uit. Wat die Braziliaan vooral moet doen is eerst boven het bovenlichaam van Randall controleren en dan aan die benen werken. Anders is het allemaal een beetje voor niets, het been loswerken. Dus Randall een beetje op een kalmer tempo. Nog een minuut te gaan en dan zal hij eventjes toch ergens moeten versnellen of de strafpunten zijn niet ver weg. En Randall die zal proberen op de grond het zo lang mogelijk te trekken, dat gaat u zien. Nu vind ik het een fout van de Braziliaan veilig dat hij zo... Dat hij dat grondwerk aangaat? Of hij moet de indruk hebben dat hij een kans maakt? Ja, maar dan moet hij wel iets enthousiaster doorwerken. Maar hij zit een beetje te vroetelen zo. Dat is allemaal in het voordeel van Randall. Dus ofwel ga je volledig door, ofwel sta je recht. Als je achter staat. Nog 40 seconden. En een goede aanval van de Engelsman dus. Het kan niet meer mislopen, nog een beetje bezighouden op in het grondwerk. U had de dag daar net van de Cavei ook en van de Weeromstuit liep het bijna fout. Ja. Bijna. Maar de feiten zijn er, Gela in de finale en een goede kans om wereldkampioen te worden. Voor de tweede keer in haar carrière zou dat zijn, maar we gaan niet op de feiten vooruit lopen. Nog 13 seconden en dan vecht Randall straks voor het brons. Ja, een aanval een score. Van Branto, maar een coca, dat is niet voldoende. Het is zelf een coca voor Randall, want de aanval was inderdaad van Randall. En gaat door naar de wedstrijd om het brons. Moe gestreden, Flavio Canto. Maar tactisch zeer sterk aangepakt door Randall. Door Randall. En misschien een medaille voor de Britten. Misschien zijn ze wakker geschud door het feit dat men daar van plan was om Jean-Marie de Tikker binnen te halen. Ja, waarschijnlijk willen ze dat ten alle prijzen vermijden en zeggen ze we moeten hier gaan presteren. Nee, hier weer zo'n heftechniek. Maar eerlijk gezegd, het Engelse judo is...
heeft genoeg kwaliteiten. En het feit dat ze op de Olympische Spelen geen medaille hebben gehaald is meer een spijtig toeval dan te wijten aan een slecht beleid. Ik denk, elk land maakt daar wel eens mee dat iedereen slecht presteert. Maar ze waren genoeg... het hart van in elk geval, want dat was de eerste keer, ik denk in 20 jaar, ja, dat ze geen judo-medaille haalden op Olympische Spelen. Dat doet pijn natuurlijk. En dat doet bijzonder veel pijn. We gaan nu over naar de andere tatami,